Een zwemwedstrijdje, een potje voetvolley, beachball en rugby. Wat een talent loopt er rond bij Jong Oranje. Wij hadden aandacht voor iemand anders en zochten de jarige Ricardo van Rijn. Ik ben vanochtend bij het ontbijt ben ik toegezongen, dus dat klonk allemaal hartstikke goed. Wij van Ons Oranje zijn je natuurlijk ook niet vergeten en hebben een cadeautje voor je. Misschien kun je hem even uitpakken. Ja, dankjewel. Ben benieuwd. Nou, dit is nummer 2, hè? Volgens mij heeft Daily deze al gezien, maar ik ga hem toch samen met hem kijken, denk ik. Misschien kun je even uitleggen waarom je dit cadeautje hebt gekregen? Nou, ik slaap met Daily Blind natuurlijk op de kamer. En ik zag dat hij eergisteren heel erg fanatiek aan het kijken was op zijn laptop. En ik dacht, ja, ik wil toch wel een beetje weten waarmee hij bezig was. En ik zag dat hij Frivilli aan het kijken was. En hij begon bij aflevering 1 of deel 1. En volgens mij heeft hij ze alle 3 of alle 4. Ik weet niet hoeveel delen er precies zijn, maar volgens mij is hij wel een groot fanaat. Heel goed. Nou, nu kan hij in ieder geval ook in het Israëlisch kijken. Ja, precies. Die gaan we samen, denk ik, gaan we vanavond op de kamer kijken, denk ik. Stefan, je hebt 2 wedstrijden gewonnen. Heb je deze lijn ook kunnen doortrekken naar je potje voetvolley? Ja, die heb ik ook gelukkig gewonnen. Dus daar ben ik wel blij mee. Was het lekker eventjes, een beetje ballen op het strand? Ja, dat doen we na elke wedstrijd. Gewoon actief herstel. En ook voor het team gewoon even dat het gewoon leuk is. En zeker na gisteren was het toch minder, was jammer. En dan is het goed dat je hier nu even bent en dat je even afleiding hebt. De Wimbledon-winnaar zit hier helaas niet tussen, maar dat hoeft ook niet. Want de jongens zijn hier om de halve finale te winnen. Je zit trots met je cadeau in je hand, maar er moet natuurlijk wel gevoetbal worden. Ja. Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Italië? Het zal natuurlijk een lastige wedstrijd worden. Italië een hele goede ploeg, denk ik. En goed, denk een van de favorieten voor de eindstrijd. En goed, dat zijn we ook, dat weten we ook. Dus ik denk niet dat wij een bepaalde angst hoeven te hebben voor hen. Maar ik denk dat we wel gewoon goed moeten voorbereiden op een zware wedstrijd. En ja, hopelijk kunnen we dat tot een mooi einde brengen. En de basisspelers hebben gisteren rust gekregen tegen Spanje. Hoe belangrijk was dat? Had je ook echt het idee dat je dat nodig had? Je merkt natuurlijk wel dat met zo'n toernooi dat je zo'n korte tijd veel wedstrijden speelt. En ja, dat merk je toch wel een beetje aan je lichaam. En ja, goed, dan is het wel soms lekker dat je misschien een wedstrijdje eruit bent. Hopelijk heeft dat een goed effect voor aanstaande zaterdag. En hoe bereiden jullie nu verder voor op zo'n wedstrijd? Ja, vandaag zal het natuurlijk een beetje gedeeltelijk. De jongens die gisteren gespeeld hebben, die hebben een ander schema dan wij. Wij zullen vanavond gewoon ook gaan trainen. En ja, vanaf morgen zal het de hele ploeg gewoon de focus op Italië zijn. En zorgen dat we goed voorbereid zijn. En daar gaat hij. Op naar zijn hotelkamer om samen met Daily Blind Free Willy 2 te kijken.